проблема. En mocht blijken dat het niveau niet bij je past, en dan kan natuurlijk naar boven of naar beneden gaan. Dan wordt daar echt naar gekeken. Er zijn dan trajecten die je in kunt gaan om te kijken wat bij je past. Ik geef les op TK-niveau en op kaderniveau. TK is een dakpanklas. Daar heb je theoretische en kaderleerlingen bij elkaar. En kader is gewoon VMBO onderbouw. En we staan hier in een lokaal met drie vakken. We hebben daar een presentatie van geschiedenis. We hebben hier een presentatie van levensbeschouwing. En hier wordt mens en maatschappij gepresenteerd. En mens en maatschappij is een vak wat eigenlijk nog niet eens zo oud is. Het bestaat uit drie vakken. Dat is geschiedenis, aanskunde en economie. Sorry. We hebben hier een lokaal waar normaal tussen de 25 en 30 leerlingen zitten. En het is ook een nieuw gebouw, het is pas een paar jaar oud. En de meeste leerlingen hebben het hier redelijk goed naar hun zin. Want het is hier lekker overzichtelijk, lekker ruim en lekker licht ook. Het Elder College is een leuke, gezellige school. We leiden kinderen op waarbij we hopen ze een hele goede basis mee te geven voor de toekomst. Dat vinden we belangrijk. Dus we kijken ook verder dan deze jaren op school. Kinderen vinden ons over het algemeen een hele gezellige school. Ons kent ons, wij kennen de leerling kent ons. De leerling is goed in beeld bij ons en wat we ook erg belangrijk vinden is dat we naar talenten van kinderen kijken. En op die manier proberen we ook te stimuleren om die talenten naar boven te halen. Want als je doet wat je leuk vindt, ben je daar ook goed in en dan kan je daar ook in verder gaan. En dat willen we eigenlijk naar boven zien te halen bij het Elder en daarop inspelen. Dus, Ik vind Las helemaal geweldig en ik wil graag Las-specialist worden. Nou, ik zou eigenlijk wel graag willen gaan draaien en frezen en zo, want dat vind ik heel leuk en zo om te doen. En ja, en misschien ook nog de CNC, maar ja, dat weet ik nog niet.